Goedemorgen, Frederik en Claudia. Nou, we hebben elkaar al eerder gesproken, dus daar heb ik ook al over geschreven. Klopt. Maar nu zijn jullie vandaag geopend, 1 oktober 2020, kort te Geren 1. Klopt, helemaal. Hoe voelt het? Wat gaat er door jullie heen? Spannend. Ja. Ja, vinden jullie het spannend, want jullie zijn best al een tijdje toch samen bezig, in Goes met name. En, ja. Kunnen jullie even heel kort schetsen, want jullie zijn twee verschillende bedrijven, laten we daarmee beginnen. En dan zal ik even beginnen bij jou? Dat is goed. Kubmakelaars zit inderdaad in Goes in de Sierikzee. Dit is onze derde vestiging, dan hier in Middelburg voor eigenlijk heel Walcheren. We doen het hele uitgebreide makelaarsvak, inclusief taxeren. Dus alles erop en eraan is hier. En Claudia die zit inderdaad ook naast ons in Goes, maar is ook nu hier. Ja, inmiddels. En jij, Claudia, jij doet iets wat er veel op lijkt, maar wel iets heel anders is, toch? Nee, het is heel anders, ja. Maar het is wel handig voor de wijk. Precies. Ik zit in Personal Finance City Goes en daarnaast hebben we sinds vandaag dan een tweede vestiging in Middelburg. Hartstikke leuk, leuke stad, leuke energie. Waar wij goed in zijn, dat is mensen helpen bij een aankoop van een huis. En dan niet in de zin van het aankopen zelf, want daar is de makelaar voor. En dan het financiële gedeelte. Vaak hebben we eerst het gesprek van hoeveel kun je lenen en wat gaat het kosten. De hamvraag, ja. Wat wil je uitgeven? En dan natuurlijk zo zorgen dat de financieringen straks passen bij je levensstijl. En dat je naast een leuk huis dat je ook nog hele leuke dingen kan blijven doen. Ja, ja. En dat is eigenlijk de leuke tak. En daarnaast begeleid ik ook mensen bij scheiding. Dus dat is ook heel veel regelwerk, maar de energie is gewoon helemaal anders. Ja, vaak gaat dat dan natuurlijk ook, want het begint altijd, nee, we gaan als vrienden uit elkaar, maar uiteindelijk gaat het dan toch vaak over de centjes en wie neemt wat mee, dat soort dingen toch? Of? Maar over het algemeen, mensen komen bij mij allebei langs en dan gaan we z'n drieën het gesprek in met het doel om er netjes samen uit te komen. Ja. En heel vaak lukt dat gelukkig. Ja, nou en dan is er vaak een van de twee die wil weer een ander huis, die kan dan weer terug naar jou. Weer terug naar ja. En inderdaad kan het eventueel begeleiden zijn met de aankoop, met de verkoop. Misschien blijft er eentje wel thuis of niet. Kijk, dat zijn allemaal mogelijkheden. Ja. En daar komen wij weer in beeld. Dus het vult elkaar goed aan. En jullie zitten hier, want jij bent in feite een franchise-nemer toch van Cube? Van Cube, ja. Want in het verleden werkte jij ook al in Middelburg bij diverse, makelaarskantoren gewerkt. Ja. Eventjes bij het bouwbedrijf, dus dat heb ik ook gedaan. Dus maar begin jij dan nu officieel nu voor jezelf ook? Ik begin nu voor mezelf. Ja, dat vandaag. Is ook. Ja, en jij bent al wat langer voor jezelf bezig? Ja, sinds 2006. Ja, 2006 ja. Is Goes geopend, dus we zijn dit jaar 14 jaar bezig. En vol tevredenheid. Ja, nou superleuk, ja. Nou kijk, nu zitten we hier in de Kortegeer, dat is natuurlijk echt er zat voorheen de broodjeservice, maar dat is, het is echt een zichtlocatie. Ja, superlocatie, erg blij. Maar het is niet zo dat jullie hier elke dag zijn, toch? Of hoe zit dat ook alweer? Want ik zie hiernaast, daar zal ik straks wat beelden van maken, een soort virtuele vestiging waar je in kunt lopen. Als het goed is, ben ik natuurlijk veel buiten kantoor en dan op pad naar de mensen toe, naar de huizen. Als ik er niet ben, gaat de deur op slot, maar deze deur blijft open. En dan kunnen mensen inbellen en krijgen ze een collega in Goes te spreken. Kunnen ze alle vragen stellen, afspraken maken, huizen zien die we te koop hebben. Dus je hebt direct contact. Filmpjes met informatie over alle diensten die we geven. Dus ja, dat is vrij. Dat is, zijn we altijd open. En dat is vrij uniek, maar volgens mij heb je dat niet zoveel. Dat is ook, heb je nergens eigenlijk. Nee, wij zijn uniek hierin. Wij zijn uniek. Ja, hoe is dat met jou? Want jij werkt natuurlijk ook in Goes. Ja, dat klopt. We zijn er met z'n tweeën. Ik heb nog een hele leuke collega, Diana, die is er vandaag niet bij me. Dat is die daar op de ramen staat buiten? Ja. Maar daar zal ik straks een shirtje van maken. Ja. En dan, wij zijn hier sowieso iedere donderdag en verder op afspraak. Oké. Dus altijd inzetbaar. Nou, helemaal helder. Dan dank ik jullie hartelijk voor jullie tijd. En ik ga straks nog even in jullie happen, zie ik. Foto's van jullie op de taart. Dus ja, je kan het donderdag maar op lekker zoet beginnen. Daarop, laat het smaken. En ik wens jullie heel veel succes hier zo ook. Welkom in Middelburg. Dankjewel. Oh, dan kom je gelijk, kom je zelf in beeld. Dit is de boerderij, Aria boerderij, in Goes verkoopcentrum. Ah, oké. Dat is mijn nieuwbouw.